Aangekomen in Wenen. Mijn eerste indruk, schoon, netjes, ordelijk, puntlieg. Dit is gewoon even het shoppingcentrum waar ik ben. Ik ben net aangekomen en even wat eten en wat te eten halen. Geweldig gewoon. Omdat ik nu in een appartement zit, heb ik even de boodschappen gedaan. En heel vroeg. Ik heb geloof ik vannacht maar 4 uur geslapen. En daar is het gebouw waar ik overnacht. Nieuw appartement gebouwd, maar prachtig. Nu naar het hotel. Nee, appartement bedoel ik. Dus dit gebouw dus. Что там вот здесь?
Zo, de keel schaam. Geef het naar de wasruimte. Hallo, 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 hallo. Ja, daar zijn we dan. Dat zou ik zo doen, hè? Ja. Ik wil het gewoon even laten zien. Het is gewoon een prachtig appartementencomplex. Untergeschoss. Ja, volgens mij schiet je me steeds ook eens een keer. Even we even hier kijken. De wasruimte. De batterij. Meer. Even kijken hoor. Nou, toiletten natuurlijk voor de gasten. Maar we hebben gewoon een toiletten boven hoor. Maar de wasruimte, dan gaan we dat even om. We gaan gewoon even kijken. Het is echt. Jongen. Zesde etage. Turen open. Zo. Mooi nummertje. En dan hebben we binnen. Even een broekje kijken bij de douche. En even goed zien dan. Heel luxe allemaal, heel mooi. En netjes, maar het is ook een nieuw gebouw. Hallo? Zijn deur is open? Zo. Nou, echt alles erop en eraan. De kast open te doen. Het is allemaal weer picobello. Vaatwasser ga ik toch niet gebruiken. Koelkast gelukkig wel. Dan smelt alles. En de zooi die ik heb neergelegd. Maar heerlijk zo die televisie en die beugel. Vandaag alleen slecht weer. Morgen schijnt het weer goed te worden. Lekker hoog neergezet, goed voor mijn hoofdvlees. Tot zover alweer. Om maar een indruk te krijgen, de oude bouw en de nieuwbouw. Hoe ze dat aanpakken hier. Voordeel van Oostenrijk is, overal waar je komt, alles is breed. Je hebt overal de ruimte, brede stoepen, veel groen. Het is eigenlijk Nederland, maar toch even anders. En de mensen zijn zeer hartelijk.
Ja, ook veel kerken. Maar ja, ook logisch. Vooral in die tijd. Alles lag er dan. Ook veel klassieke muziek. Hier zit het Beethoven Museum. 1 etage, €5. Echt belachelijk. Geldklopperij is dit. En het geldt voor heel veel museums hier. Daar zijn we weer. Het is heel vroeg in de ochtend. 7:45, ongeveer 7:45. Vanochtend even wat boodschappen gedaan, dat moest ook gebeuren. Eventjes het uitzicht van het winkelcentrum. Gigantisch lang, denk 4-5 kilometer lang of zo. Ja, dat kun je goed zien, hè? Het is lekker weer gelukkig. Het is ook niet meer zo warm. Dus ben je wat actiever. Wat prachtig hier hoor. Als je naar Wenen wil komen, moet je zeker doen. De moeite waard. Kijk, Google Street View. Ik zag hem nog net op tijd. Leuk. Geinig, toch?